afgelopen avonden hebben jullie allemaal opgetreden in mijn Big Brother Theater. Als directeur, programmeur en naamgever van het theater vond ik al jullie optredens, of ze nu goochelend, twerkend, zingend, rappend, gitaarspelend of in welke vorm dan ook waren, fantastisch. Dus aan mij heb je helemaal niks als het gaat om het bepalen van een winnaar. Gelukkig hebben jullie jezelf cijfers gegeven en hebben de kijkers jullie ook cijfers gegeven. Cijfers? Daar is uiteindelijk een winnend optreden uit voortgekomen. En, beste bewoners, dit is het winnende optreden. Tot samen, die punten. Gaan we nu dat optreden zien? Of oh, dat zou jij alvast die envelop? Hier achter even. Mag jij hem alvast? Ja, nu echt toe. Dat gaan we eraf tellen, Tinky. Oh, wat? Oh, wat nice, wat leuk! Hoe nice is dit? Lindsay en Charlotte, proficiat. Dank je. Jullie zijn de winnaar van de Big Brother Theater Week. Proficiat, dank je. Proficiat. Sorry, dank je. Oh, nice. Wow. Proficiat. Thank you. Dank je. Proficiat. Wat een leuk liedje. Wat zeg je? Jullie mogen allebei samen naar de dagboekkamer komen en die mysterieuze envelop die onder die stolp ligt meenemen. Moet ik pakken of wil je hem pakken, Char? Pak maar. Eerst vaseline. Ja. Oh my god. Ik moet niet weten hoe laat het is. Ja? Is goed, dan kennen we er drie nomineren. Ja. Succes. Toch, man? Ik vind... Succes. Ik zou graag de stemmen nog eens willen zien, want ik denk toch wel dat ik en Jason de favoriet was. Kunnen we de stemming even kijken, of niet? Ja, dat heb ik niet zien aankomen. Maar hoe gedaan? Ik denk dat ik nu mag zeggen, ik wist deze uitslag nog niet. Nee? Nee. Maar je wist toch wel dat je 2 of 3 moest nomineren? Dat ken je anders, hè? Dus dan wist je toch dat je 3 moest nomineren, dat Charlotte... Ik, nee. Ja, maar wie zegt dat? Dus je hebt er maar 2 moeten nomineren. Charlotte was gewoon genomineerd, dus ik moest 2 mensen opnoemen. Ah, oké. Okay. Dus... Maar nu is Charlotte weg, dus dan moet ik denk... Nog terug of zo? Helemaal opnieuw. Weet ik niet. Maar Charlotte vrij is. Terug... Tuurlijk, maat. Charlotte gaat nu naar neutraal of naar vrijgesteld, denk ik. Dat kan niet, maat. Dat zou ook niet eerlijk zijn, helemaal vrijgesteld. Ik heb geen idee hoe het nu... Lindsay is vrijgesteld. Of die moeten eruit komen, maat. Lindsay, oftewel ja, vrijstelling, nee. Of allebei gewoon neutraal in het spel. Hoe zeg je dat? Allebei, dus vriendin, Lindsay niet vrijgesteld en Charlotte krijgt de nominatie weg. Maar dit is nu precies waarom het zo raar is. Ik moest er net 2 nomineren, terwijl als dit eerst was gebeurd... Ja. Dan had ik hem misschien 3 moeten nomineren. En nu moeten we misschien het omdraaien. Ik snap het ook niet. Ik nu moet je teruggaan. Of je moet teruggaan. Natuurlijk moet hem teruggaan. Alleen hij ging misschien even wat ze gaan doen. Hè. Maar ik snap het ook niet goed. Heel raar. Ik heb wel een gevoel dat ze ging. We zullen wel zien. Ja. We zullen wel gewoon zien. Gewoon qua fans en zo. Qua act en zo. Welk? We zullen wel zien hoe dat komt. Tuurlijk, maat. Hallo, Charlotte. En als het zaterdag game over is, zit ik naar de McDonald's. Ik snap niet hoe dat die stemmen zijn gegaan. Dat vind ik leuk. Ja. Want kijk, originaliteit vond ik Bart en Kara top. Maar hun hadden een gitaar, misschien dat maakt maar dat, gitaar. Ja, maar ze hadden er wel echt goed over nagedacht. Het zat wel goed in elkaar. Er zat ook zo met die maskers. Ik weet het niet, waarop ze gebaseerd zijn. De punten, weet je wat, ik heb gedacht dat ze niet gingen winnen door het voorval met Kara. Ja, dat zou... Dacht ik dat was nog niet op tv geweest. Nee?
Ja, de live kijker. Dat komt vandaag. Ja, De live kijker is een meest fanatieke kijker. Die hebben dat niet doorgehad. Ik ken het zelf niet door. Ik stond er wel voor. Dat komt vandaag op tv. Dat hebben zij niet door. Jij gaat dat ook nog niet door, hè? Ik ook niet. Ik had dat niet eens gezien. Ja, ik had stemmen wel. Live. Nou, denken dat ik met zulke dingen bezig hou. Ik had het niet eens. Ook al had ik het gezien, had ik het niet geweten wat dat was. En de stemmen die wij hebben gegeven? Dat telt samen, hè? Zeggen ze toch? Ja, onze stemmen samen met die van de kijker of zo. Ik vind het wel verwarrend. Ik heb iedereen hetzelfde gegeven. Maar ook precies, Charlotte was genomineerd en nu die wint dan dit. Ja, maar ik denk toch dat ze nog voor een dilemma staan in het dagboek nu. Ja, Bart zei van één iemand wint het. En ik denk dat ze allebei iets winnen. Ik had wel ze zijn allebei vrijgesteld nu. Nee, dat kan niet, maat. Nee, maar dan gaat Charlotte wel neutraal. Ik dacht echt dat Bart die had gewonnen. Als jij een nominatie hebt, ja, dan krijg je ik vond dat we er ook wel goed voor stonden, hoor. Dan word je weer neutraal. Dan ben je niet Ik moet eerlijk zijn. Ik moet wel ook eerlijk zijn. Ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met populariteit. Ja, vind ik jammer. Het heeft niks te maken met de beste act. Het heeft ook te maken met want ik denk dat ik heb ook een gevoel dat dingen extreem populair is. Nu mag ik. Lucy. Nu mag ik. Nu mag ik echt heel slecht gedaan hebben of nu op niks in trekken. Mijn vrouw gaat van mij stemmen. Ja, mijn vrienden gaan ook dat van mij stemmen. Ik. Ja, dat bedoel ik. Alle fans. Ik vond u ook heel mooi in elkaar gestoken met dat rook en zo. Dan, als iedereen onbekend was en dat was gewoon random mensen en je moest stemmen, dan was het denk ik heel anders geweest. Als het objectiever was. Ja. Maar ja, als je het bij elkaar oprekent, kan het natuurlijk ook zijn. De act van hun was interactief, er was over nagedacht, er zat muziek onder. Charlotte is redelijk populair, Lindsay is populair, dus alles samen. Tuurlijk, kan een formule zijn. Was een slim duo, ik zal het zo zeggen. Was goed aangepakt en ook een goede acte daar niet van. Gedaan, maar ook welke twee. Tuurlijk, het was heel goed, hè? Maar speelt ook met de populariteit. 100%, dat is ook logisch. Maar Bart zegt iets zo, hè? Als zing ik een hele leuke niks, ja, dan nog stemmen mijn vrienden op mij. Ja, dat is waar. Dat is ook wat, als we een hele nummer niks hadden gezegd. Ik denk dat ze dat niet hebben uitgezonden. Ik heb speciaal mijn fans opgeroepen, maat. Ik denk dat ze alleen Jason hebben gefilmd. Ja. Ik stond daar zo in die micro. Jongen. Nee, maat. Als ik deze had gewonnen, ik denk dat ik het echt niet had aanvaard, ook niet. Ik had zoiets van, oké, dit is wel niet eerlijk. Ik kan niet. Dan hou het puur over populariteit van nu of zo. Want ik onderhand ken dat echt wel niet, hè. Jongen, ik hoor niks. Hij ging gewoon uit zijn rol. Maar ik heb de schaamte aan mijn leven. Ik hoorde niet meer wat er werd gezegd. Ik keek naar Jason, wij keken even 2 seconden naar elkaar zo. En wij zagen echt naar elkaar. Wat nu? Wij zagen tijdens het zingen, deden we even deze. Zo even een seconde. En ik keek verder en ik dacht van, jongen. Maar dan duurt dat lang, hè? Ja, en ik zei de voorste raambal deze. Ja, ik zou zelf ook lachen, hè. Nee, maar ze deden wel mee. Klappen. Ja, we klappen, we zeker. We stonden er zo. Ja, die aflevering gaan quizzen. Gewoon niet terugkijken. Ik ben wel eens benieuwd nu, maat. Als ik 1 aflevering terug mag zien, dan is het denk ik dat wij... Ik dacht eigenlijk dat jullie een show gingen zagen. En wij met die aap en alles die moet ons kunnen laten zien, hè. En die van jullie met ballon. Als ik nou heb nu met Chiara gedaan. Jongen. Ja, die jij met Chiara hebt gedaan. Ik en Chiara, wij waren keiling bezig met dat vast te doen. Wij deden dat. Toen hadden wij pas door dat het erop moest liggen in plaats van er tegen. Dus dat klikte gewoon op beneden. Februari, hoeveel dagen? 28, ja. 29, toch? 29. Maar je terug naar de kamer gaan? Of? Gisteren was het 28 en vandaag is het 1. Ik denk het niet, maat. Ik denk dat ze zo meteen nog iets gaan zeggen. Ze gaan uitleg geven, hè. Mm-hmm. Gewoon dat mogen zeggen, hè. Daar zijn ze. Ging snel. Hi. Proficiat. Mooi. We hebben allebei de vrijstelling. Maar mijn nominatie is gewoon weggevallen. Ja, gewoon neutraal. Zo dacht. Ja. Neutraal. Dus wel toch, fijn. Dus toch met 2 dan? Ja. Kijk je die ding? Ja. Was ik juist? Ja, dat is die token. Dus deze heb ik momenteel niet. Maar. Moet hij dan nog iemand extra gaan nomineren? Dat weet je niet. Dat weet ik niet. Ah, ja. Dat weet ik niet. Of dat ik weet het ook niet. Of met 2 genomineerd zijn. Dat kan misschien. Maar ik snap het. Dus jij bent weer neutraal en Lindsay is vrijgesteld. Zij is vrijgesteld en ik sta zoals de rest nu. Maar weet je wat ik niet goed snap? Die moet net voor deze naar daar. En misschien met een menu 2. Wilt maar menu misschien heeft drie hij er al 3 moeten doen. Misschien nee, 2. Maar dat weet jij niet. Nee, ik heb net verteld. Ik wist het ook nog niet. Ah. Ik wist gewoon, Charlotte is genomineerd en ik moet 2 mensen opnoemen.
Okay. Ah, wel. Dus ik bedoel, nu kan Senna drie nieuwe andere wilt, dus nu moet jij toch 100% terug. Toch maar? Dat ook niet, jongens. Ik wil eigenlijk naar mijn bed. Dat ik ook. Of er zijn er maar twee die erop staan. Stel je voor. Kan ook. Jongen, één op twee. Dat kan ook goed zijn, ja. Want ik sta neutraal. Dat kan niet, want dan heb jij geen kans gehad om genomineerd te worden. Nee, want dan heb ik jou nooit kunnen nomineren. Nee. Dat is misschien dat klopt. Dan zou je toch een soort vrij... Dus ik moet eigenlijk nog een keer terug. Ja, anders zou het ook voor anders zou Charlotte nu toch een soort van vrijgesteld zijn. Dat kan. Dat we zo. Ah, dan is ze vrijgesteld, klopt. Ja. Dan zit ze hier neutraal, maar toch vrijgesteld. Hij gaat nu met een... Dit is niet goed met mij, maar... Nee, ik snap ook niet hoe dat die nu... Gaan er twee mensen op zijn? Ik snap niet dat ze dan niet juist omgedraaid hebben. Oh ja, deze eerst en dan Jason. Maar dan had ik ook maar een half uurtje gehad om na te denken. Tja, maar je wist al even net, ja. Ja. Nee, maar ik wist nooit of ik met 2 of 3 En als je nu moet teruggaan, dan maar 5 minuten. Ja. Ik weet niet of ik terug moet. Dat zullen we wel zien. Ik ga naar bed en dan horen we het wel weer. Ja. Ik ga ook naar bed. Quiet session. Ik ga mee. Welterusten al naar bed. Ja, mooi. Slaap wel. Slaap wel iedereen. Slaap wel. Slaap wel. Slaap wel. Ook wel ziek toevallig dat Charlotte er nomineerd was en Charlotte nu vrijgesteld. Ik wil zeggen dat ik al lang geleden is dat ik nog zo goed ben geweest met mijn rug. Niet goed? Jawel, zo, als ik thuis zit en als ik dingen, dan heb ik altijd last van mijn rug en pijn en dit en dat. En hier gaat beter. Ben ik dat eigenlijk al bijna vergeten dat ik een rugpatiënt ben. Dat is mooi. Ja. Ja, anders als ik uit de zetel, is altijd zo. Het is geweest, ik heb een keer 3 maanden thuis gezeten met iets. En als ik uit de zetel kwam, dan was het zo en zo. Hè. Ja, dat zei je, dat ging echt niet. Ik kan normaal deze ogen. En mijn schoonmoeder zei tegen mij... Bretels. Amai.